Denk je eens in dat bij een ramp, dat hier een meter water komt te staan over heel de provincie Zeeland. Er is geen internet meer mogelijk, er is geen mobiele telefonie meer mogelijk. Alle telefoonlijnen liggen eruit. Nou, we zitten hier boven op zolder, ruim boven die 1 meter water. Ik heb hier alles bij de hand, zodat ik dus kan deelnemen aan een radionetwerk. En dan trek ik mijn DARS-pakje aan en ik ben inzetbaar. DARS is een landelijke stichting. DARS staat voor Dutch Amateur Radio Emergency Service. En dat is een groep van radiozendamateurs die zich vrijwillig wil inzetten voor het opbouwen van een radionetwerk wanneer alle communicatie van de overheden is weggevallen tijdens een ramp of calamiteit. Waar gaat het bij u om? Om het zenden of om de techniek? Nee, eigenlijk gaat het wel om de techniek. Als je zelf iets bouwt en je zet het in elkaar en het werkt en je hebt er resultaat van, dan geeft dat heel veel voldoening. Het gaat als volgt in zijn werk. We kunnen op twee manieren gealarmeerd worden. We kunnen landelijk gealarmeerd worden via het LMAZ. Dan nemen wij contact op en dan horen wij wat onze opdracht is. De tweede manier is dat wij worden gealarmeerd vanuit de regio, vanaf de meldkamer in Middelburg. En dan horen wij wat wij kunnen betekenen op dat moment. Kun je een aantal voorbeelden geven waarbij radiozendamateurs zijn ingezet? Als we even teruggaan naar de rampen die internationaal bekend zijn de afgelopen 2 jaar, dan hebben we de tsunami in India, de aardbevingen in Nieuw-Zeeland, de overstromingen in Amerika. Grote rampen, grote calamiteiten waar grote groepen burgers bij betrokken zijn. Als je bij de vrijwillige brandweer werkt, dan hoop je op een grote brand. Hoopt u op een grote ramp? Ik hoop niet op een grote ramp, nee. Nee, ik hoop wel op een grote oefening en dat we daar kunnen laten zien wat wij kennen en wat wij kunnen.